Het kiesresort Kourouni in het district Sipaliwini heeft nu 4 stembureaus. De werkgroep Legger van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft besloten om nog 2 stembureaus in dit resort te plaatsen om de stembusgang in het kiesdistrict te vergemakkelijken. De bureaus zijn in de dorpen Alalapadu en Kourouni geplaatst. Het dorp Kourouni is in het jaar 2018 opgenomen in het CBB-adressenbestand, gevolgd door de dorpen Amotopo, Kashu-eiland en Lucy. Volgens Soraya van den Berg, coördinator van de werkgroep Legger, moesten kiezers bij de vorige verkiezing minstens 4 dagen reizen om te kunnen stemmen. Nu zullen ze dichtbij hun woongebied hun stem kunnen uitbrengen. Landelijk zijn er nu 25 stembureaus geïdentificeerd om kiezersoverschotten op te vangen. In Paramaribo komen er 5, Wanica 10, Saramaka 1, Komowijnen 2, Marowijnen 1, Brokopondo 2 en in Sipaliwini 4 extra stembureaus. Aldus meldt het NII in een persbericht.